Toeristen en personen die op familiebezoek komen naar Suriname hebben vanaf morgen 1 juli geen visum meer nodig. Het visumvrij reizen geldt voor alle landen in de wereld. President Chandrika Prasad Santokhi heeft daarvoor vandaag de website Portal voor visumvrij reizen naar Suriname en de entry fee gelanceerd. Het staatshoofd zegt dat er bewust is gekozen voor 1 juli, de dag van de vrijheid. Want toeristen kijken ook ernaar. En voor als je binnenkomt, is your first impression. Your first impression is wat je daar op die airport meemaakt. Dus daar moet er vriendelijkheid komen. Daar moet die bureaucratie weg. Daar moet die lange lijnen weg. Anders zijn we visumvrij. En ze worden hier gestraft met die lange lijnen. En wachttijden. Dat hebben ze niet nodig. Dat is een uitdaging voor management en luchthavenbeheer die hier allemaal aanwezig is. Om beleid hierop los te laten. We gaan een overgangsperiode hebben van 3 maanden om alles in place te zetten. Maar we launchen alvast op 1 juli. Dat is morgen al. Morgen al. Bewust gekozen 1 juli. De dag van Kitty Kotti. Afschaffing slavernij staat in het teken van vrijheid. We geven vrijheid aan de wereld om te komen naar Suriname. Maar we creëren ook meer vrijheid voor alle personen hier om hun business te gaan doen. Want, ik zie zoveel bedrijven hier die als gemerkt kunnen worden in de toerismebranche, in de connectivity. Is de Surinaamse business community al... Het visumvrij reizen ziet de president als een van de strategische projecten van de regering. Vanaf zijn aantreden wilde hij Suriname maken tot een van de weinige landen waarin personen visumvrij kunnen binnenkomen. Het staatshoofd haalt aan dat bedrijven zoals hotels, restaurants en taxibedrijven voorbereid moeten zijn op deze ontwikkeling. Onze toerisme-industrie, ecotourisme, zijn ze voorbereid? Is taxi voorbereid? Zijn de restaurants voorbereid? Want nu ga je moeten reserveren en een paar uren moeten wachten. Die dingen die je meemaakt in het buitenland. En dat is de bedoeling van deze bijeenkomst. Het is geen wake-up call meer. Het is al te laat als men nog niet geïnvesteerd heeft. Maar er is nog ruimte. En dat is de oproep aan de Surinaamse gemeenschap. Want we praten de hele dag over local content en local content. En we als regering geven die faciliteiten aan local content. Maar die local content moet inspelen. Wie zonder visum het land binnenkomt, betaalt een entry fee van $25. De betaling van de entry fee geldt niet voor houders van een geldig Surinaams paspoort, ingezetenen van Suriname, houders van een PSA-document en burgers van de CARICOM-lidlanden. Met deze ontwikkeling zegt Santokhi dat de functie van consulaten en ambassades in het buitenland weer bekeken zal moeten worden. Hun doel was gericht op het uitgeven van visa. Dat is niet meer nodig. Zij zullen Suriname nu moeten uitdragen als toeristische trekpleisters en als een business-entiteit, aldus het